Welkom bij Vlogmas dag 7. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag 7 december. Het is vandaag voor mij vrijdag. Het laatste dagje van de schoolweek. En het gaat even niet lekker. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Ik werd vanmorgen wakker en ik werd heel erg duizelig wakker. Heel erg moe. Ik kon bijna mijn bed niet uit, ik ging eruit. En het enige wat ik tot nu toe ben geweest is duizelig. En ligt in mijn hoofd zodra ik ga staan, zodra ik ga lopen. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik ben wel een beetje bang, want ik moet zo naar school. En straks zak ik door mijn benen of zo. Ik weet niet wat er is. Maar goed, we gaan een adventskalender doen. Goed, dagje 7 zit vooraan aan de kalender. Ik heb er heel veel zin in eigenlijk. Een klein bakje. Het is niet heel groot vandaag. Oh. Ik kan al zien wat het is, jongens. Het is een eigenlijkje. Een bruine. Volgens mij zit een iets andere kleur als deze. Is het dezelfde kleur, want dan voel ik me echt genaaid. Nee, deze is iets lichter en deze iets donkerder. Leuk. Ik hou wel van bruine nagellakjes, vind ik altijd wel leuk. Ze hebben er een nagellakje bij vandaag. Super top. Dan krijg ik hem waarschijnlijk alleen maar niet meer terug aan de verpakking. Oh ja, hij zit alweer. Ik dacht echt dat ik hem niet meer terug kreeg. Maar goed, hij zit... Ik ga naar beneden, ik ga even wat koffie zetten en even heel rustig wat suiker drinken. Cola of iets. Misschien dat het daardoor wat beter gaat, ik heb geen idee. Maar een beetje eng dit. Ik voel echt gewoon mijn benen ook bijna niet meer. Ik heb heel licht in mijn hoofd, ik ben heel erg misselijk. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Goed, ik ben helemaal klaar. Ik heb net eventjes een flesje cola gedronken. Geen koffie. Ik ga mijn jas niet aan, ik zie jullie even hier nu. Ik heb dus een fles cola gedronken, geen koffie. En ik voel me ietsje beter. Ik ben nog steeds een beetje licht in mijn hoofd, maar misschien dat frisse lucht zo ook wat goed doet. In ieder geval ga ik mijn jas lekker dicht doen. Het is al half, dus ik moet een beetje opschieten. Dan ga ik zo lekker de bus pakken. Jas helemaal dicht, bovenaan. Zo. Nou, en we gaan lekker de bus pakken, jongens. Ik hoop dat het oké gaat. Ik had mijn telefoon in mijn handen net. Oh, die is hier. Ik heb een zak dropjes bij en een cookie, want ik heb mijn 2 uurtjes les vandaag. Dus dat is ook heel fijn en lekker. Tas op mijn rug. Ik heb gisteren een nieuwe rugtas. Kijk. Jee, die heb ik dus nog nooit gebruikt. Nou ja, let's go. Op naar school. Misselt een beetje, helaas. Maar aangezien we vandaag dus ook een kort dagje hebben, heb ik mijn laptop ook niet bij me. Ik heb een schriftje bij me. En ja, Nederlands doen we toch op de computer. En daarna hebben we verplicht om te rekenen. En is het maar de vraag of we daarheen gaan of niet. Ik snap nu alles. Volgende week is de toets, dus we gaan het meemaken. Ik hoop het in ieder geval. Maar ja, in ieder geval nu op naar... naar school toe. Dus misschien voor 1 uurtje naar school. Misschien voor 2. Even kijken hoe en wat. Maar we hebben zulke lessen dat ik mijn laptop gewoon niet nodig heb. Dus ja, dan neem ik hem ook gewoon niet mee. In de bus. Ik voel me wel iets beter. Frisse lucht heeft ook wel wat gedaan hoor. Ja, in de bus. En komt wel helemaal goed. Muziekje. Dus even een beetje wakker worden. Zonder koffie, maar wel met 2 flesjes cola. Goed, ik ben thuis en ik voel me eigenlijk nog steeds niet helemaal lekker. Rio die zit hier gezellig op mijn schouder. Ik voel me nog steeds niet lekker. Ik heb nog steeds heel graag gevoel in mijn lichaam, alsof mijn lichaam gewoon niet wil. Ligt in mijn hoofd. Ik ben heel moe. Ik heb heel veel oorpijn. Ik weet niet hoe dat kan. Doe een duimpje omhoog als je niet ook gegaald hebt. En in ieder geval, ja, ik weet niet.
ik wil zelf, maar mijn lichaam die wil niet. En die is moe en die... Elke keer als ik loop of beweeg of weet ik het wat doe, word ik duizelig en licht in mijn hoofd. Pff, ik weet niet wat er aan de hand is hoor vandaag, maar... Vlogmas gaat sowieso niet echt helemaal zoals het gepland was. Weet je, ik begon al met dat ik ziek was. Nou ja, nu dit. Ja. Yeah. Goed, je zou misschien denken dat het nu avond is. Dat is het totaal niet. Het is 2:50. En ik krijg net een mailtje binnen dat de kerstkaarten die we hebben laten maken, die klaar zijn. Dus die ga ik ophalen. Ik voel me redelijk beter. Ik heb een uurtje geslapen. Het heeft me echt wel goed gedaan. Ik hou gewoon lekker het shirtje aan wat ik had met slapen. Hou ik gewoon lekker aan. Ik heb alleen eventjes spijkerbroek aangedaan weer in mijn schoenen. En ik ga dus eventjes naar de Kruidvat. Want daar hebben we ze laten maken. We hebben kaarten bij de Kruidvat laten maken. En daarna nog later kaarten bij de Hemel laten maken. Daar hebben we nog niks van gehoord. Maar van de Kruidvat wel. Ik ben benieuwd. Ik ga ze halen. Goed, het regent echt behoorlijk hard. En het zou heel hard waaien en regenen vandaag. Oh, ik voel me echt wel weer. Ik voel me echt heel erg oké weer. Ik heb weer energie. Het slapen heeft me echt wel even goed gedaan. Ik voel me niet meer duizelig. Ik moet het hard zeggen. Ik moet zo meteen ook naar huis. Goed, in ieder geval eventjes de kerstkaart ophalen. Ik hoop dat ze heel erg leuk zijn geworden. Daarna ga ik gelijk even geld pinnen. Want volgende week vrijdag moet ik op excursie naar Haarlem. Naar het Dolhuis. Dat is eigenlijk een soort huis voor allemaal gekken hebben gezeten vroeger. Nog. Het is een soort museum geworden nu. Dus ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ga voor het eerst in mijn eentje met de trein. Ik ga nooit met de trein. En nu wel. Dus daar heb ik heel veel zin in. Maar dat is volgende week pas. Maar daar wil ik wel echt wat contant geld voor hebben. Ik heb liever dan contant geld op zak dan straks in één keer ergens staan waar ik niet kan pinnen. Dus dat wil ik gelijk even doen. En ja. Op naar de pinautomaat. En naar de kruid wat eerst natuurlijk. Ik loop buiten. Het is ontzettend, maar echt ontzettend rot weer. Maar ik heb wel de kerstkaarten kunnen halen. Zowel de kerstkaart van de Kruidvat als de kerstkaarten van de Hema. Dus daar ben ik heel blij om. Ja. Nu. Oh, dat weer. Nu dus onderweg naar huis toe. Mijn ouders gaan zo even naar het tuincentrum om kerstverlichting te halen voor de raamverlichting. De zwerker die we hebben. Oh shit, plaatvloer. Oh, dit is niet normaal jongens. Het is echt heel erg weer. Maar goed, ik zie jullie thuis. Goed, als je misschien op de achtergrond kan horen. We hebben lekker ik heb lekker kerstmuziek op staan. Ik ga even het eten doen. Ik heb trek. Het is 4:30 geweest. Ik ga Cody eten geven, de hond. En dan ga ik natuurlijk lekker mijn eigen eten doen. Ik ga lekker spaghetti eten. Dat hebben we gisteren ook gegeten. Loopt de boel hier. I know. Maar we hadden nog zoveel over. Ik heb spaghetti over. Zoveel gewoon. Dus ik ga het lekker maken. Lekker, lekker, lekker. Ik heb hak eruit gegooid. Ik heb nog wat broccoli over. Ik ben de enige hier in huis die broccoli eet. Dus dat is oké. Okay. Worteltjes. Mijn ouders zijn ook niet heel erg van de groenten door de spaghetti. Maar dat geeft niks, want ja, dat is dan gewoon allemaal voorbij. Want ik vind het wel weer lekker. Dus ik ga even lekker koken. Ik ga dat niet helemaal vastleggen. Ik ga gewoon even snel alles klaarmaken. En dan hou ik lekker mijn gemakje. Goed, ik ben klaar met het koken. Inmiddels ben ik even lekker met Rio aan het chillen. Hé, liefie. Berre schatje, I love you. Ik ben lekker met Rio aan het chillen. Er kwam net een pakketje binnen. En ik ga
Ga kijken hoe ik dit subtiel kan laten zien. Zonder adressen te leaken. Dit pakketje kwam binnen. Het is een klein doosje. En ik weet waar dit vandaan komt. Want de afzender staat erop. En dit komt namelijk uit Amerika. Uit Maui. En ja, je zou denken, waarom komt er een pakketje helemaal daar vandaan? Serieus, Rio? Nou goed. Je zou misschien denken, waarom komt het pakketje helemaal daar vandaan? Dat is omdat daar vrienden van ons wonen. En die vrienden, die sturen nog wel iets leuke dingetjes op. En als ze dat dan opsturen, dan duurt dat natuurlijk een behoorlijke tijd voordat het binnen is. Maar je kan ook best wel zien aan de zijkanten. Dit doosje ziet er niet heel erg netjes meer uit. Maar goed, het is wel binnen en ik mag het nog niet openmaken voor mijn ouders. Ik moet ermee wachten. Ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Het is niet heel erg licht. Nou ja, het had zwaarder gekund. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat erin zit eigenlijk. Ik ben heel erg benieuwd wat er in dit pakketje zit. Goed, ik voel of hoor een papegaai. Ik weet niet... Oh, wacht even. Er zit er een met een stuk knagen. Dat gaan we niet doen. Ik heb het pakje net opengemaakt. Samen met mijn ouders natuurlijk. Mijn moeder had een hele leuke knijper of... Rio, draai is om. Een hele leuke... wat is het? Een soort knijper of iets? Uit Hawaii. Mijn vader had een hele leuke mok uit Hawaii. En ik heb een hele leuke sleutel hangen uit Hawaii. En wacht, ik laat hem liggen. Ik vind hem zo gaaf. Dit is hem. De zilveren sleutelhanger. En kijk hoe gaaf dit is. Voor de mensen die mij wel een beetje kennen, weten dat ik ontzettend gek ben van gitaarspelen. En ik heb een aantal jaar geleden die gitaar daar ook van hem gekregen. En kijk hoe gaaf. En dit werkt op zwaartekracht. Als je hem draait, gaat de gitaar mee. Ik vind het zo gaaf. Goed, het leek me een leuk idee om mijn nagels te gaan doen. Aangezien de grijze kleur een beetje afbrokkelt. Maar ik wilde gaan kijken wat deze nagels van de adventkalender zijn. Ik heb gekozen voor de donkerste bruin. De allereerste dag dus die we hebben gehad. En ja, ik ga mijn nagels doen en ik ben benieuwd of het wat is. Ik hoop het. 2 minuten verder en... It's on. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ben er heel erg tevreden over. Het droogde heel erg snel. De tweede laag is nu aan het drogen. Maar de eerste laag was zo droog. Ik ben eigenlijk heel erg tevreden. Ik vind de kleur mooi. Ik ben benieuwd hoe lang die blijft zitten. Ik verwacht, het is Douglas. Dus ik verwacht dat die echt wel gewoon goed en stevig blijft zitten. Maar we gaan het meemaken. Ze zijn nu dus lekker bruin. En ja, we gaan het allemaal meemaken, jongens. Maar ik ben er heel erg tevreden over. Ik ben benieuwd wat ik de rest van de weken ga krijgen. Maar de nagellakjes zijn goed. It's time. Ik ga de vlog eindigen. Het was ontzettend een leuke, drukke en nou, begin ook slechte dag. Maar daarna ging het op zich hartstikke goed. Het is voor mij dus nu vrijdagavond. We leven nu om 9 uur. Ik ga de vlog lekker editen. Ik ben via mijn laptop lekker allerlei vlogmasvideo's aan het kijken. Want ik mis er te veel. Het is zoveel wat allemaal online komt. En ik kan het gewoon niet bijhouden. Maar het is wel gewoon heel leuk. Vooral lekker in het weekend. Af en toe even lekker een video tussendoor. Wat het weekend gaat brengen. Ik heb geen idee wat de komende 2 vlogmasdagen gaan brengen. Ik heb ook geen idee. Dus voor mij ook allemaal een verrassing. Ik heb wel een leuk kerstdormpje van mijn moeder gekregen. En die staat daar. Maar die ga ik jullie morgen lekker laten zien. Die ga ik jullie laten zien. Maar ik wil jullie wel bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, abonneer op mijn kanaal als je de rest van de vlogmasvideo's wil zien. En als je daarna ook gewoon meer van me wil volgen. Check mijn social media in de beschrijving. Om me natuurlijk ook online nog te volgen. Op allerlei andere social platformen. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe vlogmasdag. Doeg, tot morgen.